Halleluja. Het is warm vandaag, hè? Het valt nou wel mee eigenlijk, hè, met de warmte. De afgelopen dagen was het echt heftig. Een gigantische hitte. Gigantische tegenslagen. Gigantische... Alles was gigantisch. Warm, gigantisch warm. Komt een man bij de dokter... en hij zegt, dokter, ik voel me zo slecht, ik heb zo'n pijn overal. Zo zegt die dokter, oké, meneer. Hij zegt, overal? Hij zegt, ja, overal, dokter, overal. Dus de dokter denkt, nou, hij zegt, uw hele lichaam. De man zegt, ja, mijn hele lichaam, alles doet zeer. De dokter denkt, oh, dat is een probleem. Dus hij zegt, nou oké, meneer. Hij zegt, gaat u staan, doet dat zeer? Hij zegt, nou, nee, dat niet, maar voor de rest doet alles zeer. En de dokter kijkt die man aan en zegt, meneer, hij zegt, kunt u één ding doen? Hij zegt, die man, ja, dat is goed, dokter, wat moet ik doen? Hij zegt, raakt u uw voorhoofd eens aan? Dus die man raakt zijn voorhoofd aan. Ah! Pijn. De dokter kijkt zo en schrikt zo van, wow. Hij zegt, oké, dat doet zeer. Dat is in ieder geval zijn hoofd. Dat heeft iets te maken met zijn hoofd. Want dat doet zeer. Maar meneer, raakt u dan eens even uw nek aan? Dus die man zegt, weet u zeker, dokter? Ja, raak uw nek maar aan. Dus die man gaat met zijn vinger naar zijn nek. Ah! Hij krimpt ineens van de pijn. De dokter denkt, oei, zijn hoofd. Zijn nek. Hij zegt, meneer, raakt u eens uw... linkerarm aan. Dus die man raakt zijn linkerarm aan. Auw! Dat was heftig, dus hij heeft echt overal pijn. Hij dacht van, nou, dokter, van nou, laten we zijn knie proberen. Meer, raakt hij uw knie eens aan? Hij raakt zijn knie aan. Ah! Echt overal pijn. Raakt uw tenen aan? Die man die bukt, die raakt zijn tenen aan. Auw! Dokter. Domkop, je vinger is uit de kom. Je vinger is uit de kom. Kunt u nagaan, maar zo zitten wij ook in, met ons geestelijke leven. Zit ook vaak zo in elkaar. Alles doet zeer. We hebben altijd strijd. Het is altijd zwaar. Het is altijd moeilijk. We kunnen nooit... Het zal nooit lukken. We hebben dan dit weer. Dan dat weer. Dan zus weer. Dan zo weer. Ik heb geen tijd. Mijn werk. Mijn financiën. Mijn lichamelijke conditie. Alles doet zeer. Alles doet pijn. En dat moet ik allemaal dragen als christen zijnde. Man, ik heb het zo zwaar. Terwijl het maar één ding is eigenlijk wat in de weg zit. De oorzaak van alles is vaak maar één ding. Het is vaak maar één klein ding, die ene vinger. Weet je, maar het is wel een reus op ons pad. En die reus, die kunnen wij en die zullen wij en die mogen wij verslaan. Maar als u nagaat, kijk naar uw leven. Kijk naar uw leven. Ik had ook altijd strijd, maar dat was maar één ding eigenlijk. De Heer vroeg of ik hem in zijn hart wilde uitnodigen. Dat is het enige wat hij eigenlijk van mij vroeg. Maar omdat ik dat niet deed, was alles ging verkeerd. Dat is maar dat ene kleine ding wat tussen mij en tussen God stond. Dat ene kleine ding wat tussen u en tussen God staat, kan een oorzaak hebben op de rest van uw leven. Die ene kleine obstakel. Die moet vaak uit de weg geruimd worden. Voordat u vrij tot God kunt komen. Vrij van de strijd zullen wij nooit zijn. Maar het heeft niemand ooit gezegd. Niemand heeft gezegd, jij bent nou christen. Je hebt nou je leven aan God gegeven. Dus je zal nooit meer strijd hebben. Dat heeft niemand ooit gezegd. Nee, wij weten als christen zijn, we maken een keus. En we weten dat die strijd er is. Maar we weten ook wie aan onze zijde staat. En dat is... Amen.
1 Samuel 17. U zal wel denken, oh, dat heb ik al zo vaak gehoord. Zelfs de wereld kent 1 Samuel 17. De strijd tussen David en Goliath. Eén ding kan verkeerd zitten, maar alles doet zeer. Nogmaals, het kan maar. Het is vaak maar één ding die de rest van je leven kan ruïneren. Zo was het ook in het Oude Testament. In 1 Samuel zien we het gevecht tussen David en Goliath. Dit gaat over de Goliath in je leven verslaan. Daar gaat het vandaag over. Eerst moet je de anatomie van een Goliath weten. De Goliath is een situatie, omstandigheid, pijn, probleem, dat bedreigend en groot is. Dat is die Goliath. Het kan van alles wezen, het kan van alles wezen. Het is dat ene ding dat overheerst. Dat overschaduwt alles. Het is dat ene ding wat nog steeds tussen jou en tussen God staat. En dat ding is groot. Het overheerst alles. Er staat in 1 Samuel, hij was 6 ellen. En een span hoog, Goliath. Dat is ongeveer zo'n 3 meter hoog. Ja, 3 meter zoveel hoog. Lang, zo groot was die. Nou, dan sta je dan als klein mannetje. Ik neem aan dat Goliath net zoals ik was, ook zo klein. David. En Goliath heel groot was. En dan sta je daar tegenover het probleem. Hij was dus bijna 3 meter lang. Dat is echt een droom voor elke NBA-coach. Een NBA-coach, een basketbalcoach, die zou die Goliath graag in zijn team willen hebben. Zo'n lange vent, dat zou een geweldige overwinning zijn voor hem en voor het team. Een aanwinst voor het team. Het zou een droom zijn voor elke NBA-coach. Het gewicht van zijn harnas alleen al was al 60 kilogram. 60 kilogram. Nou, draag dat maar eens. Til maar eens 50 kilogram op. Oh, dan sta je echt wel zo van... Ah. Nou ja, goed. Als je zo groot bent, ja, dan kan dat. Dat kan makkelijk dan, hè. Ziet u, een reus van een probleem is iets dat is zo groot dat het je bestaan overheerst. Het overheerst je bestaan. Het is zo groot dat het invloed heeft op alles. Dat is die Goliath. Dat je weet dat je een reus feest. Want het intimideert jou. Als je eraan denkt en naar kijkt en je ermee moet dealen, produceert het een enorme emotionele onzekerheid. Dat is wat een Goliath doet met je. Emotionele onzekerheid. Dat doet een Goliath met u, met jou. Want er staat in 1 Samuel 17, vers 8 en 24, dat toen ze Goliath zagen, vluchtten zij voor hem, voor zijn aangezicht. En zij vreesden zeer, het volk van Israël. Wat een reus van een probleem creëert. Emotionele instabiliteit, onzekerheid, zodat je niet in staat bent je emoties de baas te blijven. Want de Goliath is jou de baas. Je bent niet meer baas over je eigen leven. Je bent niet meer baas over de dingen die je doet. Nee, want dat ene probleem, dat ene ding wat nog niet is opgelost, dat staat elke keer tussen jou en tussen God in. Dus dat probleem is de baas, niet jij. Daarom is het belangrijk dat we eerst dat probleem moeten oplossen. Nou, gelukkig kennen we dit verhaal af van Goliath en David. En we weten hoe het afloopt.
Daarom zeg ik van, we noemen al die dingen noemen we een Goliath in ons leven. Dan weten we in ieder geval wat de uitkomst is. Dat wij zullen overwinnen, amen. Ja toch? We weten toch hoe het verhaal afloopt, toch? Goliath die gaat neer. Nou, met dat vooruitzicht mogen wij dit noemen, noemen al deze dingen die tussen ons instaan, noemen we een Goliath. Een reus van een probleem creëert emotionele instabiliteit. Onzekerheid, zodat je niet in staat bent je emoties de baas te blijven. Want de Goliath is jouw de baas. De Goliath in jouw leven, de Goliathen, of is het Goliaths? Ik weet het niet, je mag het daar invullen. Goliaths. De reuzen in jouw leven komen allemaal in verschillende vormen voor. En in verschillende maten. Het kan een medische reus zijn. Het kan een medische Goliath zijn. Het kan een emotionele Goliath zijn. Het kan een relatiegerichte Goliath zijn. Die hebben we ook nog. Het kan een Goliath zijn die omstandigheden eigenlijk leidt. Het kan een carrière Goliath zijn. Het kan een economische Goliath zijn. Het kan een financiële Goliath zijn. Het kan een seksuele Goliath zijn. Noemt u maar op. Het kan van alles zijn. Wat het ook is, het is zo groot. En wij als mens proberen heel goed in dingen verstoppen. Wegleggen. Niet laten zien aan anderen. Nee, met mij gaat alles goed. Geen probleem hoor. Zeker weten, ja, geen probleem. Ze moesten zweten. Cover up everything. That's what we do. Maar weet je wat het mooie is? God kent ons. God ziet ons. Hij weet wat het probleem al is. Hij weet het. Maar hij vraagt alleen van, weten wij dat ook? Het is zo groot, het gaat maar niet weg. Het probleem blijft en het wordt groter en groter en groter. Het is bedreigend. Het bedreigt je leven, het bedreigt je denkvermogen. Het bedreigt alles wat je doet. Het beïnvloedt alles wat je doet. Het probleem met het ene ding is dat het je leven beïnvloedt. And it's not gonna go away. Het gaat niet weg. Hij gaat niet vanzelf weg. En als we dan lezen in vers 16. Hij bleef daar 40 dagen lang. Van 's morgens tot 's avonds. Nou, dat probleem ook. Dat gaat niet weg. Het is niet de volgende dag weg. Nee, als we het niet oplossen is het probleem daar. Het is niet over een week weg. Nee, als we het niet oplossen is het probleem nog steeds daar. Het is niet over een maand weg. Nee, net als die Goliath. Hij bleef maar terugkomen. En elke ochtend stond hij weer daar. En elke ochtend wanneer we onze ogen open doen en we willen de dag weer beginnen, dan staat het probleem nog steeds daar. Het is niet opgelost. Het is niet opgelost. Het is niet clear. Het is niet vrij. De baan tussen u, de weg tussen u en tussen God. Hij bleef daar maar 40 dagen lang, van 's morgens tot 's avonds. En dat is wat de Goliath doet. Het laat je niet los. Er is niemand hier die nooit de Goliath heeft meegemaakt. U heeft het allemaal meegemaakt. Toch? We hebben het allemaal meegemaakt. Ik ook. Ik heb misschien niet één, maar ik heb verschillende reuzen meegemaakt. Het vormt ons wel. Het overheersende probleem is dat die Goliath maar niet weggaat. Je hebt een Goliath meegemaakt, of je maakt op dit moment een Goliath mee, of je gaat een Goliath meemaken. Laat het probleem Goliath noemen, dan weten we ook precies waar het eindigt. Hahaha.
En dus, ja toch? Ik zeg het nog een keer. En dus, ze feesten het probleem, de Goliath. Hij heeft heel Israël uitgedaagd. Hun samen zijn, hun vrede. En hij stond tussen hun verleden en tussen hun toekomst. Dus die Goliath heeft Israël uitgedaagd eigenlijk. Heel Israël. Want het volk stond er maar en het volk was angstig en bang. En hij stond tussen hun verleden en tussen hun toekomst. Daar stond Goliath eigenlijk. Nogmaals, Goliath heeft Israël uitgedaagd en stond tussen hun verleden en tussen hun toekomst. Want God heeft in het verleden een belofte gedaan dat ze in de toekomst in het beloofde land zouden zijn. Toch? God heeft in het verleden een belofte gedaan dat ze in de toekomst, dat ze zullen gaan zijn daar in het beloofde land. En wie stond daartussen? Goliath. En het volk was wanhopig. Want de droom die ze hadden om in het beloofde land te komen was weg. Ja, want hij stond ertussen. God heeft ons dit wel beloofd, maar waarschijnlijk gaan we het nooit halen, want die reus. Die reus staat tussen ons in. Hij staat tussen wat God beloofd heeft. En nou staat die reus daar en nou kunnen we dat niet halen. Maar dat is wat de Goliath juist wil. Dat is wat de Goliath juist doet in uw leven. Hij probeert tussen de beloftes die God u gegeven heeft. En tussen de toekomst die God, waar God u wil hebben, daar probeert hij tussen te staan. Dat is wat een Goliath doet. Net als het volk van Israël, zo zijn wij ook. De voorspelde toekomst. Dan doemt dit grote probleem op. De in het verleden gemaakte belofte doet lijken of het nooit uitkomt. Hun toekomstige huis waar ze als volk naartoe leefden. Waar ze onderweg naar waren als volk. Ze waren met z'n allen onderweg naar het beloofde land. En nou valt die hele droom, de hele toekomst valt in duigen. Omdat er een Goliath tussen staat. Hun toekomstige huis zou door die Goliath gedood worden. Dit is wat een Goliath doet. Hij staat tussen wat je leest in de Bijbel en de realiteit van jouw verwachtingen. Daar staat hij tussen. Hij staat tussen wat je leest in de Bijbel en de realiteit van u, van jouw verwachtingen. Daartussen staat die Goliath. En dan komt er een jongere David genaamd. Deze David komt op de plek. En we kennen allemaal het verhaal van David en Goliath. Dus ik heb een vraag die ik u vandaag wil stellen. Hoe heeft David Goliath gedood? Zal ik iemand aanwijzen? Hoe heeft David Goliath gedood? Ik kijk niet. Kan iemand het oproepen? Ik weet zeker dat wat u antwoordt, dat 100% correct is. En de meeste mensen zullen zeggen inderdaad van, ja, met een slinger en een steen. Halleluja. In de naam van God. In de naam van God. David heeft Goliath gedood. Omdat hij een relatie heeft met God. U heeft een steen in de slinger, dat klopt. Dat is gedeeltelijk.
Klopt dat. Maar we hebben hier te maken met een David die een relatie had met een levende God. Net zoals dat u een relatie heeft met de levende God. Amen. Ik hoor maar één amen. Amen. Het hoeft niet, u hoeft niet amen te zeggen hoor. Het is alleen, u hoeft alleen maar amen te zeggen als u het meent. En dan als u amen zegt, zwaai dan met uw handen. Amen. Oké, er zijn een paar die het meenen. Halleluja. Ja, je praat jezelf dan. Hè, als je. Nee hoor, ik maak maar een grapje hoor. God is goed. David had iets bijzonders. Het was inderdaad niet de slinger en de steen die Goliath gedood hebben. Het was het vertrouwen van David dat hij had in God. Heeft u dat vertrouwen in God? Heeft u dat vertrouwen in God? Amen. Twee, oké. Halleluja, we moeten hier weer opnieuw gaan beginnen met een kerk. We moeten weer opnieuw gaan beginnen met uit te leggen wie God is. God is almachtig. God is geweldig. God is overwinnaar. God is meer dan overwinnaar. Door God, door zijn genade mogen wij leven, mensen. Alles is genade. Alhoewel wij dood waren, God heeft ons mede levend gemaakt. Efeze 2. Bent u nog dood of leeft u? Ik stel deze vraag nog een keer. Bent u nog dood of leeft u? Nee. Halleluja. Yes. Hier is een leven. Halleluja. Prijs de Heer. Dank u wel, Vader. Het is een levende gemeente. De gemeente van God. Ja. Goliath is een voorstelling, inderdaad, van de vele hindernissen en valkuilen waarmee wij in het leven te maken hebben. Of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard zijn, hoewel we wellicht nooit lichamelijke reuzen als tegenstanders zullen tegenkomen, hebben we te maken met symbolische giganten. Die ons zowel in de geestelijke als in de stoffelijke dromen kunnen, of domein kunnen komen uitdagen. Deze Goliath zullen proberen ons te verslaan. Maar net als David hebben wij de genade van God aan onze zijde. God zal ons ook de kracht geven om deze enorme reuzen te overwinnen en te verslaan. Net als David kunnen we de geringste wapens gebruiken om hem te verslaan. We hebben voor dit karwei geen zware artillerie nodig. Het enige wat we nodig hebben is de kracht van... Juist. En elke keer weer komt het terug, lieve mensen. Dit is een oproep, kom naar de bidstond. Ik maak er gelijk gebruik van. Dit is een oproep aan u allen. Niet alleen de mensen die komen, aan u allen die al een hele tijd niet meer hebben geweest. Of aan de mensen die altijd druk zijn op woensdag. Dit is een uitnodiging. Kom naar de bidstond. Kom naar de bidstond. Er is kracht in gebed. Er is overwinning in gebed. Er is genezing in gebed. Er is vergeving. Kom naar de bidstonden. Ik weet dat het vakantie is, mensen. Maar wanneer u kunt, kom naar de bidstond. Wij hebben u nodig. Om voor die anderen te pleiten. Die het zelf niet kunnen. Of zijn wij die christenen die zeggen van, nou ja, weet je, ik bid wel voor mijn eigen gezin. Hun moeten maar voor hun eigen problemen bidden. Zijn we dat soort christenen? Kom naar de bidstond. Lieve mensen, ik ben serieus. Dit is een serieus oproep. Kom naar de bidstonden. Zo belangrijk. De zuilen van de gemeente zijn hier in de bidstonden. De kracht
van het gebed. Dat is wat we nodig hebben. De kracht van onze gebeden. Het woord van God en Gods genade. Hiermee kunnen we alles verslaan wat we tegenkomen en wat ons vrees aanjaagt. Alles. Hoe groot die reus ook is. Ruim die reus op. Ik denk dat het tijd wordt voor ons om die Goliath die tussen ons en tussen God staat. Om die Goliath die eigenlijk ons leven beïnvloedt, om die Goliath aan te vallen. Met de kracht van het gebed. Wie heeft een relatie met God? Wie heeft een relatie met God? Halleluja, yes, 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 yes. Wie wil er een relatie met God? Goed zo, we hebben allemaal een relatie. Halleluja. De Goliaths in ons eigen leven. Intimidatie. Helaas waren de Israëlieten ontzet en angstig. 1 Samuel 17 vers 11. Maar David, een kleine jongen, ging de vijand vol vertrouwen tegemoet. David vertrouwde op God. Omdat hij een relatie met hem had. Zodat hij elke vorm van intimidatie het hoofd kon bieden. Hij had een relatie met God. Hoe belangrijk is dat? Dat je een relatie hebt met God. Want als je een relatie hebt met God, weet je ook hoe hij denkt. Nou, tenminste, nee, herstel. Weet God ook hoe jij denkt? Als je een relatie hebt met iemand, dan doe je er alles voor. Voor die persoon. Als die relatie is geboren uit liefde, dan doe je alles voor die persoon. Jeanette, ik doe alles voor jou. Omdat ik van jou hou, oké. Dat kuchje hebben we niet gehoord. Zeg tegen uw geliefde, ik doe alles voor je. Een relatie. David had een relatie met God. Een levende relatie met God. En dat is wat we ook zullen, wat wij nodig hebben. Een relatie met God. Want we kunnen spreken over God naar andere mensen toe. We kunnen bidden tot God. We kunnen zoveel dingen doen en getuigen over God. Maar als we geen relatie hebben met God, dan zijn het alleen maar lege woorden. Want als u bijvoorbeeld op een gegeven moment tegenover de boze staat en je zegt, in de naam van Jezus verdwijn. En de boze zegt tegen u, van wat ben jij dan van Jezus? Ja, ik weet dat het in de Bijbel staat. Dat ik moet zeggen, ja, kan wel wezen, maar hij lacht je uit. We have to be related to. We moeten een relatie, een levende relatie hebben met God. Mensen, het is vooral het is nu tijd. We hebben al die jaren misschien kunnen doorgaan op iets wat er niet is. Maar het is nu de hoogste tijd. Het gaat niet alleen om ons. Het gaat om onze kinderen. Het gaat om onze kleinkinderen. Wat geven wij hun mee? Wat geven wij hun als opa, oma, ouders mee? Wij zijn geen predikers van de angst. Dat zijn wij niet. Maar we moeten wel bereid zijn als God komt. Ik wil u niet bang maken, maar het is allang geen 5 voor 12 meer. Allang niet meer. Die tijd is allang geweest. God komt snel. En wie wilt u dat er meegaat? Uw kinderen, uw kleinkinderen? Bid voor ze. Draag ze op elke dag van uw leven. Laat zien hoe u denkt. En het valt niet altijd mee hoor. Echt niet. Maar blijf eeuwig en altijd voor ze knokken. Ga en eeuwig en altijd voor hun op de knieën. Ik moest het even kwijt.
De reuzen in ons leven. Intimidatie. God en David hadden een relatie. David vertrouwde op God omdat hij een relatie met hem had. Zodat hij elke vorm van intimidatie het hoofd kon bieden. De ongelovige wereld, de ongelovige is gelukkig als de christen ineffectief is. Maar als jij het evangelie met anderen deelt en het over Gods toorn en zijn oordeel over de zonde vertelt, dan kun je een intense haat van de ongelovige wereld ervaren. Toch is het onze plicht als christenen om de waarheid te verkondigen. Ongeacht wat dat ons mag kosten. Ongeacht wat dat ons mag kosten. En om te helpen de grote opdracht te volbrengen. Onwetendheid over onze wapens. Om de vijanden in onze wereld te kunnen bestrijden, moeten we leren hoe we de geestelijke wapens kunnen gebruiken die wij ter beschikking hebben. Davids overwinning had meer te maken met zijn geestelijke wapens dan met de vaardigheid van de katapult. Wanneer we Gods woord bestuderen, dan dragen we een cruciaal onderdeel van de volledige wapenuitrusting van God. Efeziërs 6 vers 11, dat was de laatste preek waar ik het toen over had. Die wapenuitrusting, als u weer vergeten bent, luister nog een keer terug. Dat geldt trouwens voor elke preek. Die u goed nog een keer goed wil terugluisteren, luister nog een keer terug. Dat kunt u allemaal doen op welke website ook weer. Pinkster Gemeentehuizen. Uit de Fontein. Onwetendheid over onze wapens. We worden uitgedaagd om ons op te stellen met de waarheid als een gordel om uw middel. De gerechtigheid als een panzer om uw borst. De ijver voor het evangelie als de vrede als goeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van geloof. Waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van het geest. Dat wil zeggen het woord van God. Halleluja. Het geloof dat je de strijd in je eentje voert. Hebreeën 13 vers 5 en 6 stelt ons gerust. Ik laat u niet alleen. Het zijn niet mijn woorden, staat in de Bijbel. Wie zegt dat tegen mij? God. Ik laat u niet alleen. Ik zal u nooit verlaten. Wij verlaten God. God heeft ons nooit verlaten. Wij zijn degene die zegt van, Heer, even niet nu. Het is zo gevaarlijk om te zeggen van, nu even niet. Want stel u voor dat op dat moment dat u zegt van, nu even niet en God komt eraan. Hard hè? God zal nooit tegen u zeggen, Eduard, sorry, nu even niet, ja? Kom maar even over een... Of een tijdje terug, want ik ben nu even druk met andere dingen. Ik heb nu andere dingen aan mijn hoofd. Nee, dat zal God niet doen. God is niet zo. Wij zijn zo. God is zo ver van mij. Nee, dat is niet waar. God is niet ver van u. U bent ver van God. Ik voel hem niet. Nee, omdat u zelf is. Eduard, je keert God zelf de rug toe. Daarom voel je hem niet. Je doet dit, Edu. Nu even niet. God verlaat u nooit. Mensen, lieve mensen, onthoud dit goed. Zeg tegen uw buurman, God verlaat mij nooit. God verlaat mij nooit. In de strijd, in de problemen, door ziekte, door pijn. Hij verlaat u nooit. Halleluja, God verlaat mij nooit. Dit is voor mij een overwinningskreet. God verlaat mij nooit. En met God ben ik meer dan overwinnaar. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens... Precies. Wat kan een mens mij aandoen? Je geloof niet uitoefenen. Het geloof is een krachtig wapen tegen de vijand. Wanneer wij dat geloof uitoefenen, groot of klein, dan zal dat grote beloningen opleveren. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
En het wapen waarmee wij de wereld, dus alle reuzen, zullen overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Amen.